Hallo allemaal, een hele fijne en bijzondere hallo allemaal. En welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag Vakantie. Hoi, daar ben ik weer. En deze week, oh man, deze week wordt zo spectaculair en super speciaal, super de puper duper, super duper duper speciaal. Echt waar, want deze week ga ik vragen beantwoorden. Ja, met een brilletje op. Oh, ben ik een Apple of niet? Moet ik weten. Nee, ik doe het met een brilletje op. Deze week, omdat ik deze week even goed aan wil pakken. Ja, dan heb ik een brilletje op. Ha. Wat is er deze week zo speciaal, Vincent? Naast dat jij dan een brilletje op hebt. En eruit ziet als een ontzettende Apple. Wat is er dan zo speciaal? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ga vragen beantwoorden. En je hebt het goed gehoord, want ik zou eigenlijk maar één vraag per aflevering doen. Maar ik heb ze eens even zitten bekijken en ik dacht, nee, deze drie vragen, die kan ik verpakken in één verhaal. Want die gingen een beetje over hetzelfde. Ja, dus dan ben je wel een ontzettende mogol als je daar drie afleveringen op ontzettend. Ja, toch? Hey, als je daar drie afleveringen aan gaat wijden. Weet je, zonde van mijn tijd. En ik heb betere dingen te doen hier op aarde. Want je leeft niet één keer, maar je bent hier nu. En ja, het kan zomaar eens dit kan zomaar eens je laatste dag zijn. Dus je kan er beter wat van maken, toch? Dus daarom zet ik mijn bril op. Dan ga ik naar buiten straks. Ga ik boodschappen doen. En dan kijken die mensen naar me en denken, jezus, wat is dat voor Apple? Of ze denken van, hey, is dat niet? Is dat niet? Hè? Is dat niet die kale mogol van broccoli? Weet je wel? En niet zomaar broccoli. Ja, dat soort dingen. Dat krijg je dan, weet je wel. Ik krijg ook gratis broccoli. Weet je, een leven lang gratis broccoli. Ik heb dat filmpje toen gemaakt. En toen werd ik benaderd door een broccoli expert. Een broccoli entrepreneur. Een broccoli fabrikant, een broccoli kweker, die zei, Vincent, ik heb nog nooit zoveel broccoli verkocht als sinds dat filmpje viral is gegaan. Dus wat jij van mij, ik ben je zo ontzettend dankbaar, jij mag je hele fucking leven gratis broccoli halen. Dus jij mag al raden wat deze jongen straks gaat doen. Nou, ik ga geen broccoli halen in ieder geval, ik heb gisteren broccoli gegeten en... Twee dagen achter elkaar broccoli, ja, dat wordt een beetje te gortig, weet je wel. Dan ben je wel heel gezond bezig, hè? Dat wil niemand. En kijk eens, alles is aanwezig om hier een spetterende aflevering van te maken. Ik bedoel, Sjaak is er, water is er, thee staat te dampen. Ik heb de vragen klaarleggen en ik heb een hele leuke kersttafel. Ja, dat mogen jullie best even zien. Moet je eens even kijken. Ha! 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 Ha, 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 wat een leuke kersttafel. Dus ja, er staat ons niks in de weg. Niks in de weg om... En Sylvana is er ook. Sylvaan? Sylvaantje! Die staat daar. Kijk. Daar staat ze. In de hoek. Waar ze hoort. Lekker boos te zijn. En te gillen. Hè? Voor wat er allemaal mis is in het leven. Ja. Dat moet zij lekker weten. Maar ja, Sylvana... Do I need to say more? Weet je wel. Ik vraag wel van jullie. Een beetje koud. Jezus. Ha. Nou. Kan het leven nog mooier, denk ik. Ik doe gewoon weer zo. Ik deed het net zo. En dan doe ik weer zo. Dus wat wil je nou? Wat was ik aan het vertellen? Ik heb geen idee. Ja, Sylvaan. Ja, Sylvana. Die staat weer te pronken. En dat moet zij lekker weten. Oh ja, ik bedoel, het is nu woensdagochtend. Ik heb net de kinderen naar school gebracht. Dus ik ben net een soort van wakker. So, bear with me. Weet je wel, hang in there. Voor de Engelse kijkers, niet dat jullie dan denken dat hier een beer is. Dat er een beer met me is. Want dat is niet zo. Dat moet ik dan wel even uitleggen, want anders denken die ook van, ja, what the fuck is going on around here with Vincent? En
Is it really Vincent, or is it totally somebody different with the strange glasses on his head? Maar goed, ik ben dus Vincent en er is geen beer, maar ik ga wel vragen beantwoorden. I'm gonna answer the questions. En dus drie. Nee, dat zijn er twee. Oh. Nee, drie. Eén, twee. Drie vragen in één verpakking. En dan zullen jullie wel denken van, Jezus, waar gaan die vragen over? Nou, dat ga ik je dus niet uitleggen als je een beetje de tijd geeft. Want we dwalen alweer ontzettend af. En daar zit niemand op te wachten. Het ziet er echt niet uit, maar goed. Lekker belangrijk. Kersttafel heb ik uitgelegd. Sjaki is erbij. Zal ik Sjaki die bril eens even opzetten? Kijken of dat werkt. Nou, is Sjaki al een redelijke appo. Maar hij blijft niet staan. Nee, hij blijft niet staan, maar dan doen we het gewoon anders. Doen we het gewoon zo. Hier, kijk eens. Kijk eens. Jezus, wat een mogol. Ah, nee, je mag niet oordelen, weet je. Je weet nooit wat iemand heeft meegemaakt in zijn leven. Je kan niet zomaar denken omdat iemand een of andere rare bril op hebt dat het een ontzettende mogol is. Maar Sjaki is wel een mogol. Althans, hoor wie het zegt. Hè? Bril gaat weer op. Wat wel leuk is aan het brilletje, het lijkt in één keer zomer. Behalve dan die motregen en die mensen die voorbij aan het lopen zijn, lijkt het best zomer. Nou, niet echt. Het lijkt eigenlijk geen zomer. Maar goed. Als het zomer is in je hoofd, dan is het altijd zomer. Behalve de temperatuur dan. Dat laat nog wel eens wat de mensen over. Maar goed, laten we naar de vragen gaan, want het zijn drie vragen. Het gaan allemaal over de medicijnen. Dus ja. Daar kan ik wat mee. Even kijken. Van Piep Piep. Ik weet niet of die wil dat ik zijn naam ga noemen. Dus dat doen we dan maar niet. Lieve Vincent. Ik ga binnenkort voor de eerste keer LSD gebruiken. Ik heb nog nooit drugs gedaan of medicijnen. Heb je nog tips? Nou, gozer. Zeker. Zeker heb ik tips. Vraag 2. Vraag voor kaalblij kleuterkind. Met betrekking tot de eetbare plantenstengeltjes. Waar moet een mens beginnen en waarom? En dan vraag 3. De beste leeftijd om te beginnen met de medicijnen. Zie je, ik kan hier gewoon één verpakking van maken. Dus dat ga ik ook doen. Even kijken, de eerste keer LSD. Tips. De eerste keer LSD of medicijnen überhaupt. Tips. Ik heb dit al een keer uitgelegd in mijn serie De Medicijnman op de YouTube, maar ik doe dat graag nog een keer voor je. Allereerst, zorg dat het goede LSD is. Weet dat het goede LSD is. Want je hebt tegenwoordig ook N-bom of zo, of andere dingen die ze verkopen als LSD. En dat is best wel gevaarlijk. Dus het eerste wat jij moet weten is dat het daadwerkelijk LSD is. Dan moet je altijd voor zorgen, je prikt een datum. Je kan hem ook zomaar erin gooien, maar als het de eerste keer is, dan moet je zorgen dat alles... niks aan het toeval overlaten. Zorg dat je in een vertrouwde omgeving bent. Ik zou het de eerste keer lekker thuis doen. Zorg dat er iemand bij je is die nuchter is, die een beetje op je kan letten. Zorg dat het... Gewoon dat, laat maar zeggen, stel dat je het lekker in de woonkamer gaat doen of thuis. Zorg dat het lekker opgeruimd is. Zorg dat je een paar leuke films hebt liggen. Lekkere muziek erbij. Lekkere dingen om te eten en te drinken. Desnoods. Wat wil je nou, desnoods? Zorg dat je je fijn voelt in de omgeving waar je bent. In de aanloop naar die dag, leef een beetje gezond, eet een beetje gezond. Omgeef jezelf met goede energieën. Dus als jij een teringhekel hebt aan je tante, ga dan niet de hele week bij je tante zitten en ga die energie meenemen naar die reis. Dat schiet niet op. Je moet een clear mind, gewoon lekker in je vel zitten, lekkere omgeving. En mijn tip is altijd, zodra je wakker wordt, knal hem erin. Want het duurt nogal lang. En dan
Aan het einde van de dag, dan ben je helemaal blij en heb je een mooie reis gehad. En dan, dan hoef je niet de hele nacht wakker te liggen. Het kan ook wel, je kan het ook 's nachts doen, maar dan sla je een nacht over. En ik zou het gewoon lekker overdag doen. Hè? De eerste keer. En dan, dan kan je gewoon lekker de hele dag baden in sync met het universum. Hè? Dan kan je lekker verwonderen over het leven en alles wat je meemaakt. En hoe het je gedachtegang verandert. Pen en papier, altijd handig. Als je inzichten hebt of weet ik veel wat. Schrijf ze op en kan je ze daarna nog eens teruglezen, weet je wel. Soms slaat het echt helemaal nergens op wat je hebt opgeschreven. Maar meestal zijn dat de pareltjes. Als je daar dan met een andere view, dus uit, als je uit de reis bent en je gaat daar dan naar kijken en je gaat erover nadenken. Ja, de grootste genieën hebben de grootste uitvinding gedaan op LSD. Dus pen en papier, altijd leuk. Of een camera, weet je. Ik ga niet... ik wil niet zeggen dat ik filmpjes maak terwijl ik aan de LSD zit. Maar er kunnen wel eens leuke dingen gebeuren als je dat doet. Maar goed. Dus ga niet... drink geen alcohol de week daarvoor. Eet gezond. Een beetje sporten. Zorg dat je lekker in je vel zit. Dus dat. Zorg dat je lekker in je vel zit. Dat je de goede shizzle hebt. Daar werd aan de deur geklopt. Hard geklopt. Het was een pakketje. Een leuk pakketje was het. Nou, hartstikke leuk. Lekker in je vel. Goede omgeving. Leuke mensen om je heen. Een tripsitter, zoals ze dat noemen. Iemand, een nuchter iemand. En misschien het allerbelangrijkste. Nee, niet het allerbelangrijkste. Maar de intentie. Hè? Intentie is alles in het leven. Weet je, als jij een wijf op de bek pakt omdat je er wil neuken. Of je pakt een wijf op de bek omdat je van haar houdt. En waarschijnlijk daarna gaat neuken. Maar de actie is hetzelfde, maar de uitkomst is... Weet je, er is een infinite possibility of outcome. Sowieso is er een infinite possibility of alles. Maar dus zet je intentie, weet je. En dat kan van alles zijn, weet je. Kijk, ik wil... stel, ik heb last van, weet ik veel wat... trauma of ik heb dagelijks last van gedachtegangen die door mijn hoofd banjert. En dan zeg je, nou, ik zou daar eens wat meer inzicht in willen krijgen. Waarom ik de hele dag in mijn hoofd zit. Of waarom ik, stel je zit in een dead-end job, zodat ze dat mooi in het Engels noemen. En je weet niet waar je hart ligt. Of je weet ergens wel waar je hart ligt. Maar dan zeg je van, joh, mijn intentie is om te ontdekken wat my purpose in life of welke kant moet ik op in het leven. Of je kan ook gewoon zeggen, joh, ik wil een gezellige tijd hebben met mijn vrienden. Ook goed, werkt ook heel helend, weet je wel. Je kan 10 uur lang in een lachstuip liggen. Nou, als er iets gezond voor je is, is dat het wel. Dus intentie. En het maakt niet, in principe, ik heb het zelf een tijd lang best wel moeilijk gedaan over intenties. Want ja, wat is je intentie? Jeetje, ga daar maar eens aan staan. Elke keer weer. Maar als je goed naar jouw leven luistert, dan weet je ongeveer wel welke stukken waar je mee loopt. Of waar je wil groeien. Of denkt, nou, daar kan nog wel iets aan. Daar kan nog wel iets aan bijgeschaafd worden. Hè? Dus dat. Ja, lekker eten en drinken. En een hele goede tip. Echt, dat is echt een top tip van mij. Is aardbeien met poedersuiker. Of aardbeien met honing en kokos. Vlokjes, als je het iets gezonder wil hebben. Dat is mijn tip. Ik ben een keer, had ik die klaargezet. En nou, ik was nog, ik zat er een uurtje in. En ik loop naar de keuken en ik wilde wat te drinken pakken. Ik trek die koelkast open en ik zie die aardbeien staan. Ik denk, oh ja, dat is wel lekker zeg. Dus ik denk, nou weet je wat, dan zet ik die aardbeien alvast uit de koelkast. Dat ze een beetje op temperatuur kunnen komen. En dan leg ik alvast wat poedersuiker, toen had ik alleen poedersuiker. Leg ik wat poedersuiker op mijn bord. En dan straks ga ik die eens even lekker oppeuzelen. Lekker oppeuzelen. Dus ik had het klaargezet en ik zag die aardbei. Ik denk, nou ja, weet je wat? Ik doe er één. Ik doe één aardbei met poedersuiker. En dan ga ik lekker terug naar mijn bankie. En dan ga ik weer lekker verder reizen.
Dus ik doop die aardbeienpoederzaak en ik gooi hem met mijn bek en ik loop die keuken uit. En ik denk, zo, tering zeg, dat is lekker, dacht ik. Nou, ik denk dat ik 3 uur lang bezig ben geweest om naar de woonkamer te lopen en weer terug om toch weer een aardbeien te pakken. En uiteindelijk waren er alle aardbeien op. Maar goed, ik had het naar mijn zin, dus dat maakt het uit. Maar goed, aardbeien met poedersuiker dus, wat een lang verhaal. Heb ik verder nog tips? Vast wel, maar dit zijn toch wel de belangrijkste. En zorg dat het veilig gebeurt. Als je dat al doet, want ik wil natuurlijk niemand aanzetten tot het overtreden van de wet. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar mocht je het toch doen, doe het dan veilig. Dus dat. Dat brengt mij bij vraag 2. We gaan echt als een mogol. Vraag voor kaalblij kleuterkind. Dat is van mijn goede vriend Frank, is deze vraag. Met betrekking tot de eetbare plantenstengeltjes. Waar moeten mensen beginnen en waarom? Dat is een hele goede vraag, Frank. Je hebt het hier over eetbare plantenstengeltjes. Dus ik denk dat je het over de medicijnen hebt. En weet je, waar moet een mens beginnen? In principe, door deze vraag te stellen, ben je al begonnen. En waarschijnlijk komt het vanzelf op je pad. Als je er eenmaal mee bezig gaat. Maar met ayahuasca bijvoorbeeld is het echt zo dat je geroepen wordt. Dat komt in je leven en dat laat je niet meer los. Of er is iets waar je echt een vraag op wil hebben. Ik heb mijn eerste keer ayahuasca. Ik zal het nooit vergeten. Ergens in 2004 had ik de medicijnen herontdekt. Ook door meerdere tips van een hele goede vriend van mij. Dat waren vooral de paddo's. En toen heb ik een paar ervaringen gehad. Echt, toen ben ik... Ik doe vooral vanaf mijn 13e doe ik die shit. Maar daarna ging de hardcore in. Dan ga je andere dingen ontdekken. En ergens rond mijn 20ste zijn die medicijnen weer in mijn leven gekomen. Maar met hulp van die vriend van mij. Die zei van ja, Finn. Als je echt er wat uit wil halen, ga eens in het donker liggen. Met een extra grote portie paddo's op. In de stilte, in het donker. En kijk wat er dan gebeurt. Nou, en met een intentie. Nou, dat heb ik toen een paar keer gedaan. En man. Dat heeft werelden geopend. Dus toen ben ik echt hardcore in de materie gedoken. Ben ik alles over gaan lezen wat er te lezen viel. Nou, dan kom je vanzelf bij DMT, Terence McKenna, de hele flikkerse zooi. Kom je vanzelf terecht. Nou, en ergens in 2004 heeft diezelfde vriend mij toen een keer DMT laten roken. Ik ben toen niet door de poort gegaan, maar ik heb toen wel een ervaring gehad van holy fucking shit. En hij zei er van tevoren, Finn, als je wil weten of er meer is tussen hemel en aarde en je doet dat, dan weet je het. En daar is geen woord aan gelogen. Maar goed, dat intrigeerde me nog meer. Toen ben ik er nog meer over gaan lezen en dit en dat. Maar goed, die vriend van mij, die was hier ongeveer 3 maanden per jaar. En dan deed hij een paar festivals chappen. En dan ging hij met wat hij daar verdiend had. Hij caterde, laat maar zeggen, festivals. Wat hij daarmee verdiend had, dan ging hij weer lekker op wereldreis. En dat heeft hij zo'n 20 jaar volgehouden. Dus dikke respect daarvoor. Maar goed, hij was hier dus niet altijd. En, maar ik was zo geïntrigeerd door dat DMT-verhaal. Ik wilde DMT hebben. Ik wilde DMT gaan roken, hardcore. Maar goed, ik zal het nooit vergeten. Hij was weer in Nederland. En hij had voor mij een gram van die DMT geregeld. En... hij overhandigt het mij zo. En hij zegt lachend, ja maar Finn, moet jij niet eigenlijk gewoon ayahuasca doen? En toen zat ik nog in de space, weet je, ik was nog helemaal in mijn ego, in de hardcore. En ik had wel gelezen over ayahuasca. Ik denk, ayahuasca, joh, flikker toch op man. Een paar homo's die in de kerk liggen te kotsen en te scheiden, is niks voor mij. Nee, ik ga wel lekker DMT roken, lekker hardcore. Weet je wel. Maar goed, ik denk een paar dagen later kreeg ik uit het niks te horen dat ik vader werd. En dat hakte er wel flink in. Want wij zaten toen helemaal niet in de space omdat we dachten dat we kinderen op deze aarde wilden zetten. En toen hoorden we in één keer dat we ongeveer de grootste verantwoordelijkheid kregen die een mens kan dragen. Dus dan staat je wereld wel even op zijn kop. En... daar ik zelf nooit echt een vast vaderfiguur heb gehad, vroeg ik mij af van ja, maar hoe ga ik dit doen dan? Weet je wel, hoe ga ik
Want ik zie het als de grootste verantwoordelijkheid ever, ever, ever. Hoe ga ik een kind grootbrengen in deze wereld? Hoe ga ik dit regelen? En ja, toen was daar ayahuasca. En toen ben ik mijn ayahuasca-reis ingegaan met de vraag, joh, laat me zien wat ik kan zien. Laat me zien wat ik moet zien om de beste vader te zijn die ik kan zijn. En Jezus tering. Wat heb ik daar een mooi antwoord op gekregen toen. En ja, toen was het van de Dam. Toen was ik helemaal... Ik zie daar weer een PostNL-busje. Het zal toch niet, hè? Godverdomme. Het zal toch niet? Maar goed. Dan zet ik hem gewoon uit en dan gaan we daarna weer verder. Wat heb ik daar een mooi antwoord op gekregen? Nou ja, toen die eerste ervaring was zo far above and beyond. Bij alles wat ik heb meegemaakt, ik heb die DMT aan de kant gegooid. Dat heb ik eigenlijk één of twee keer toen geprobeerd en daarvoor. Maar daarna totaal niet meer geïnteresseerd in het roken van DMT. 5-MeO-DMT is dan weer een ander verhaal. Maar ik wil het nog wel een keer doen hoor. Maar dan... ook weer op de goede manier. Maar als ik nu een beetje tijd en ruimte heb, dan ga ik liever een ceremonie doen. Dan dat ik zelf met DMT aan de slag ga of zo. En sowieso, waar de fuck moet ik dat gaan halen? En heb ik daar zin in om daar achteraan te gaan? Nee, weet je, ik doe wel gewoon een ceremonie met de plantjes. Dus waar moet een mens beginnen? Ayahuasca roept je. Alle planten die roepen je eigenlijk wel. Dat komt in je leven en dan voel je in één keer van oké, dit is voor mij. Want het is niet voor iedereen. Ja, en waarom? Waarom moet je eraan beginnen? Ja, je hoeft er niet aan te beginnen, hè? En waarom? Waarom moet je eraan beginnen? Laat ik het zo zeggen. Net als dat die vriend tegen mij zei, als je wil weten of er meer is tussen hemel en aarde, dan kan je met een medicijn aan de slag. Of als je ergens mee loopt, issues, trauma's, ze noemen ayahuasca ook wel 20 jaar therapie in één nacht. Trauma's, vragen, dat is aan jou waarom je ermee moet beginnen. Ik bedoel, dat weet je zelf lekker het best. Moet jij lekker weten, weet je wel? Een speciaal pakketje, de postbode brengt het graag. Een speciaal pakketje, wat de fuck brengt hij vandaag? Even kijken. Nee, zo mijn vriendin. Lekker belangrijk. Die bestelt, jongen, dat is niet normaal. Nee, het valt ook wel mee. Ik ken mensen die bestellen elke dag 3 of 4 van die dingen, ja. Wat moet je ermee, weet je wel? En dan zeg je, ja, wat moet je ermee? Ik bedoel, wat brengt dat jou? Ik bedoel, heb je niet genoeg schoenen, tasjes of tering zo in je huis staan? En, maar ja, het is die eeuwenoude worst, weet je wel. Altijd maar achter een worst aan blijven rennen en dan heb je de worst. En dan denk je, ja, zo boeiend is het niet. Maak even gelukstofjes in je hoofd aan. Het moment dat je het dan hebt, maar daarna wil je weer wat anders. Dus het is ook wat de Boeddha zegt, weet je. Alles wat je buiten jezelf zoekt, dat brengt geen geluk. Grijpen naar een illusie. Ja, nou, succes daarmee. Niks ten nadele van mijn vriendin, hoor. Want, ik bedoel, ik hoop niet dat ze dit ziet. Dat pakketje natuurlijk de kamer in heb geflikkerd. Heel veel plezier met je pakketje, liever. Ik hou van je. Even kijken, waarom? Ja, dus waarom? Ja, dat is aan jou, goos. Weet je, wat heeft het mij gebracht? Nou ja, als je eenmaal weet dat dit echt de laagste vorm van zijn is die er is. En als je kan, op reis kan in andere werelden, andere dimensies, andere universum. Of op reis in jezelf en jezelf kan helen. Want in de westerse wereld lopen wij allemaal met trauma's rond en bullshit. Wij lopen echt met een hele hoop bullshit rond, hoor. Ja, zo, daar kunnen wij niks aan doen, zo zijn we gemaakt. Maar goed, als jij jezelf kan bevrijden van bullshit, waarom zou je dat niet doen? En als je kan communiceren met de goden, waarom zou je dat niet doen? Het vergt natuurlijk wel dedication. Dedication zeg ik, hoe meer dedicated je erin gaat, hoe meer je eruit haalt. Dedication, en bij ayahuasca zit natuurlijk ook een dieet en... het is een wisselwerking. En daarna de integratie. Weet je, leef die shit. Dan kom jij een stapje verder op de evolutionaire, spiritueel evolutionaire ladder. En dat is toch wat we allemaal willen in het leven, of niet? Stapjes verder komen op de spiritueel evolutionaire ladder. Sowieso op een ladder is het wel fijn om een stapje verder te komen, anders sta je op een ladder. Het slaat helemaal nergens op. Sta je stil op een ladder en dan?
een beetje om je heen te kijken. Misschien sta je op de tweede trede. Dan sta je hier op een ladder en dan denken al die mensen, wat is dat voor mogol op die ladder? Ik zat al 3 dagen op een ladder. Ja, doe even normaal. Weet je, ik... Sinds die planten in mijn leven zijn, ja, ik dwaal de hele tijd af. Sorry hoor. Ik lul een eind in de ruimte. Ja, dat moet ik weten. Sinds die planten in mijn leven zijn gekomen, doe ik elke dag mijn best om een beter mens te zijn. Of wat te leren en dan elke dag een stapje verder te komen. Want daarvoor zijn we hier, denk ik, zo, weet je. Je hebt er niks aan als je niet evolueert. Ik bedoel, de hele Tweede Kamer zit vol met mensen die niet evolueren. En kijk eens wat we daarmee zijn opgeschoten. Haha, wat een leuke grap. Maar goed. Dus dat, mijn grote vriend Frank. Frank is trouwens degene die Shaki voor mij heeft ontvoerd, hè. Dus, dikke respect, Frank. Dus ja, I owe you one. Althans, dat weet ik niet. Het is nu 8 jaar geleden. Of I owe you one. Nee, ik heb mijn dank meerdere malen uitgesproken. Met betrekking tot het ontvoeren van Shaki, de radiobad eend. Shaki, de radiobad eend, is een radiobad eend. Hij stond ooit bij Martijn in de badkamer, maar nu niet meer. Nu is hij bij mij. En wat heeft hij naar zijn zin? Toch? Hij zei kwek. En wat dat betekent, weet ik niet. Dus of hij het nou echt naar zijn zin heeft bij mij, dat weet ik ook niet. Maar goed, hij is nu eenmaal hier. En ja, het is. Dus we maken er maar het beste van. En dan de vraag, de beste leeftijd om te beginnen met de medicijnen. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet of daar een leeftijd voor staat. Weet je, in de jungle krijgen kinderen ook ayahuasca te drinken. Die doen ook gewoon vrolijk mee met de ceremonies. Maar goed, voor hun is dat gewoon een leefstijl, weet je. Die mensen in de jungle, de echte shamanen, die hoeven ook niet eens te drinken om daar te zijn. Die hoeven die dingen niet eens te gebruiken om die dimensies te kunnen ervaren. En de mensen in de jungle, of waar de medicijnen vandaan komen, die praten met de planten en de dieren. En zoals, die zijn evolutionair een stuk verder dan ons. Voor hun is dat heel normaal. En voor ons, als wij dit voor de eerste keer ervaren, of sowieso als wij dit gaan ervaren, dan is dat zo ver van wat wij gewend zijn. Wij zijn alleen maar deze bullshit gewend. En dan ook nog een best wel beperkte vorm van bullshit, weet je wel. Ik heb me altijd afgevraagd van, is dit het nou, weet je wel? Waarom ben ik op aarde, wat doe ik hier? Bla 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 bla. En ik nam nooit genoegen met de waarheid die de westerse wereld mij als de realiteit die de westerse wereld mij als waarheid voorschotelde. En gelukkig hebben de planten mij gevonden. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar goed, de beste leeftijd. Ja, weet je, ik zat op mijn 13 al aan de paddo's. En ja. Maar dat was meer experimenteel, weet je. En ook van, oh, we gaan even spacen met de vrienden. En daar is niks mis mee. Maar je kan er zoveel meer uithalen. Maar goed, je moet ook wel een strijder zijn. Want je kan behoorlijk uit je comfortzone getrokken worden. Je kan behoorlijk worden geconfronteerd met jezelf. Weet je wel? En daar moet je ter degen van bewust zijn dat die dingen kunnen gebeuren. En daarom moet je het altijd veilig doen. En in een goede... Nou, waar ik het eerste al over heb gehad, ga ik niet weer herhalen. En wees heel erg bewust van wat je gaat doen. Weet je wel? Maar ik zou wel... Je moet het zelf voelen. Weet je? Ik zou je sowieso... wel even... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik wil natuurlijk niemand aanmoedigen om de wet te gaan overtreden. Maar als jij het dan toch doet... doe het dan goed. Weet je wel? En doe het veilig. Maar goed, de beste leeftijd, ja. Dat voel je vanzelf wel, weet je wel. Lees erover. Ga researchen op het internet. Hoewel dat ook niet altijd de beste voorbereiding is. Maar ja, zeker toen ik er echt over ben gaan lezen. En er zijn echt duizenden boeken over deze planten en medicijnen. Sorry, ik blijf maar boeren. Dus dat zegt in principe ook al een hele hoop, weet je. Er zijn geen duizend boeken over cocaïne van jongens, dit moet je echt doen. Weet je, dit gaat je wereld echt
Dit gaat je wereld echt, hoe zeg je dat? Dit is echt een eye-opener. Dit is echt goed voor jou. Nee. Dus, er is heel veel te vinden. Zeker op www.erowid.org. E-R-O-W-I-D.org. Erowid.org. Daar kan je echt van alles vinden. Hele boekwerken, artikelen. Elke stof staat daar beschreven. Ervaringen ermee. Daar kun je lekker induiken. Maar goed, het gevaar, dat was het gevaar. Het is niet echt een gevaar, maar je kan daar induiken, maar ga je reis altijd in zonder verwachtingen. Want sommige mensen zien elfjes en weet ik veel wat allemaal. En die reizen af naar een of andere planeet of die gaan terug naar vorige levens. Weet ik veel wat allemaal. Ga geen verwachtingen bij jezelf creëren. Ga er blanco in. Dan kan je er van alles over lezen. Maar goed, ja, als jij erin geïnteresseerd bent, duik erin en dan voel je vanzelf, gaat het universum hier vanzelf wel een uitnodiging sturen, weet je wel. Ja, zoals dat bij mij toen gebeurde met dat DMT-verhaal. Het universum works in mysterious ways. Weet je, als jij ermee bezig gaat, dan gaat er vast wel een keer een ceremonie voorbij komen. Of misschien heb je geen ceremonie nodig. Misschien ga je gewoon paddo's eten met je vrienden. Maar er komt er vast wel een keer iets voorbij waarvan je denkt van ja, nu ben ik er klaar voor. Wilde net zeggen, een beetje levenservaring. Dat is misschien wel handig. Maar aan de andere kant denk je ja, waarom? Als jij er gewoon open in gaat. Zonder heel veel bullshit. Dan kan het eigenlijk misschien alleen nog maar meer in je voordeel gaan werken dan dat je al 30 of 40 jaar met bullshit rondloopt en dat er allemaal nog even moet gaan uitwerken voordat je verder kan. Op het laddertje waar we net over hadden. Jongens, ik hoop allereerst dank voor de vragen en ik hoop dat ik ze enigszins naar jullie gerief heb kunnen beantwoorden. Wat ik vorige week al zei, ik wilde het eerst specificeren, de vraagvakantie Vincentjes, naar alleen bewustzijn, alleen plantmedicijnen, psychedelics of entheogenen, of mijn visie op het leven. Maar dat heb ik overboord gegooid, zie je dat? Ik heb het overboord gegooid en je kan gewoon alles aan me vragen. Geen beperkingen, no limits, want het universum is ook unlimited. Hè? Infinite possibilities, infinite divine possibilities. Dus ja, waarom zou ik dan moeilijk gaan doen. Sjaki, wil jij nog wat zeggen tegen de mensen? Wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Laatste kans. Ik ga niet nog kijken vragen. Sjaki, wil jij nog wat zeggen tegen de mensen? Nee? Ik ga maar net op. Hé jongens, dank jullie wel allemaal. Een hele fijne hallo allemaal. En tot ziens bij de volgende vraagvakantie. Hallo. Volgende week gaan we al richting kerst. Dus ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Om een vraagvakantievincentje op te nemen. Ik ga mijn best doen om een vraagvakantievincentje op te nemen. Maar ik kan niks beloven. Maar ik denk het wel. Maar ik weet het niet. Je weet nooit wat er gebeurt in het leven. Maar ik heb een vraagvakantievincentje. En zie jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering van stuur je vraag eens naar je moeder43@hotmail.com. Je moeder43@hotmail.com. En dan zien we je dan. Hele fijne hallo allemaal.